Terwijl de grote motormerken echte fabrieksteams inzetten om de prestigieuze wedstrijd Parijs-Dakar te kunnen winnen, zijn het de Nederlandse amateurs, tussen aanhalingstekens, die één keer in de zoveel jaar die ultieme uitdaging aan willen gaan. Het rijden op de motor van Parijs-Dakar. Ik ben Arjan Brouwer, de Desert Fox uit Putten. Ik ben 46 jaartjes jong en ik rij voor de vierde keer Parijs-Dakar. Ik ben Peter Stijkel uit Harderwijk, 41 jaar en neem voor de eerste keer deel aan de Dakar 2004. Onder de vlag van het Dutch Orange Team gaan de twee rijders beginnen aan de ruim 11.000 kilometer. Afgelopen week is er veelvuldig getest en heeft men de motoren opgebouwd in de werkplaats in Putten. Ja, rally rijden is een virus en je komt zoveel aspecten tegen in zo'n rally. Het avontuur, het genieten van de omgeving, het genieten van motorrijden, het genieten van sport waar je mee bezig bent. Het afzien, de pijn in je handen, in je rug en in je billen. En dat maakt toch een virus dat je toch steeds weer terug wil, dat je wil genieten van de woestijn. Wij moeten alles zelf doen en dat is op zich heel lastig natuurlijk. Het is makkelijk als iemand anders vertelt welke kant je op moet en waar de gevaren zijn. Wij moeten enerzijds de route in de gaten houden en anderzijds moeten we uitkijken voor de gevaren die op de route die we tegenkomen. Dus ja, de motor is voorzien van een roadbook die ons de weg wijst. Want het is dus niet zo dat we over gebaande wegen rijden of afgezette parcours rijden. We moeten zelf de route zien te bepalen. Dat doe je door middel van het roadbook en de GPS. De GPS wordt hier nog ingeplaatst, maar die krijgen we uitgereikt bij de start van de Dakar Rally. De GPS is overigens niet een kaartensysteem zoals we dat in de auto hebben met een vriendelijke dame die ons de weg vertelt. Maar het is puur een digitaal systeem die een aantal richtingen aangeeft en als hulp kan worden gebruikt. Maar het is dus niet zo van na 300 meter linksaf. GPS is een steun. Je rijdt in principe op het roadbook. Het roadbook wordt elke dag uitgegeven door de organisatie. Dit is bijvoorbeeld een roadbook van de afgelopen Egypte rally. Het roadbook geeft je diverse informatie. Het roadbook geeft een kilometerstand. Die komt dus overeen met je kilometertellen. Hij geeft nog aan de verschillende standen tussen de standen die hij aangeeft. Dus 1 kilometer 14 in dit geval. Wat je voor je gevoel geeft van nou, mijn volgende punt ligt er na een kilometer of heb ik nog 10 kilometer te gaan. Hij geeft door middel van een eenvoudig getekend plaatje aan wat je tegenkomt op de route. En in het derde hokje geeft hij nog aan wat dan de bijzonderheden er zijn. Dus in dit geval aangegeven met twee uitroeptekens en een bultje getekend. En dat houdt dus in dat je daar een aantal bulten op de route kunt verwachten. Zoals je ziet heb ik hem hier ingekleurd. Dat is wat je s'avonds doet, je voorbereiding voor de volgende dag. Je loopt het roadbook al door. Je maakt voor jezelf vast een beeld van wat zal ik morgen tegenkomen. En de gevaarlijke punten, aangegeven door middel van uitroeptekens of doodskoppen, ga je nog extra accentueren, omdat nogmaals, ja, wij alleen op de motor zitten. Dus het is niet zo dat iemand anders je dat rustig vertelt. Je moet een hele snelle blik moet je kunnen zien wat er zich op de route af gaat spelen. Op de een of andere manier heb je al respect voor deze jongens zonder dat er nog een kilometer gereden is. Je moet het maar durven. Vorige week woensdag werd de presentatie van het Dutch Orange Team gehouden in Putten. Maar niet alleen de motoren werden onthuld door de burgemeester van Putten, maar daar waar ook een echte primeur stond. De eerste fabrieks KTM 2004. De allereerste en hij was in Nederland in Putten. Volgende week in de RTL Rally Report overigens meer over het Dutch Orange Team en hun voorbereidingen op Dakar 2004. Ja, het is uniek. Putten en dan een klein plaatsje op de Veluwe en dan de eerste KTM Rally Motor 2004. Dat is uniek. We hebben natuurlijk een hele drukke, gestreste periode gehad. Rust te krijgen, conditie trainen, op tijd naar bed. En proberen dat we volledig fit en conditioneel sterk aan de start staan. De 26e editie van de Rally Parijs-Dakar is vanaf eind december te volgen op RTL 5.